Henk de Weerd is een grote naam in de duivenwereld. Vanuit heel Europa komen duivenmelkers met zieke duiven naar de dierenkliniek in Breda. En de Weerd heeft nog 3 andere vestigingen in de wereld. Noël van Hoofd die zocht hem op en maakte een portret van deze duivendokter. Hey Jos. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Problemen, jongen? Ja, ik heb problemen. Wat is er gebeurd? Vertel. Ik heb hier een duif, dat is de aasduif van de tweede aasduif van de afdeling. Ja. Speelde 14 dagen geleden nog de eerste van 3800. En hij speelde de derde van 8800 duiven. Dat zijn goeie. En hij speelde van de week nog de 10e. En hij wil gisteravond, maandagavond, gaat hij het hok niet uit. Ik ben eigenlijk dierenarts voor kleine huisdieren. En daar maken duiven natuurlijk een onderdeel van uit. En ja, die hobby, dat is een hobby van mijn vader al. Ik heb een jaar of 15 vooral honden en katten gedaan en geopereerd. En toen steeds meer duiven. Duiven, duiven, duiven. En ja, dat hebben we kennelijk niet helemaal verkeerd gedaan. Want we kregen het steeds drukker uit de hele wereld. De Duitsers, Belgen, Fransen, Hollanders. En ondertussen zitten we in de hele wereld met een kliniek in Peking en een kliniek in Engeland en een kliniek in Polen. Eerste indruk, belangrijk. Slap, slap. Tijd voor 2 dagen. Niet wat ik gewend ben van jouw duiven. Nee. Lekker rond, opgeblazen. Ja, natuurlijk een topduifje. Het weekend goed gevlogen dus nog. We moeten natuurlijk alles onderzoeken even. En alles uitsluiten. Dan ruiken we altijd even of dat stinkt en dat ruikt wel goed, dus dat is al positief. Kijken we even onder het microscoop, Jos. Hier zit wel wat trigo in. Een beetje veel. Dit is dus een soort bacteriële infectie van het maag-darmstelsel. Alhoewel de ontlasting nog goed is, maar ik denk dat die morgen niet meer goed is. Dat die groen is vanavond al. Hé, hey, kom. In de benen, hè? Kom. Ga eens even staan. Je hebt nog last van je schouder zo te zien. Iedere duivenmelker praat met zijn duiven. Dan zal het bij het thuiskomen, dan is het kom, kom, kom met een bakje voer. Kom, 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 kom. En het is zo van even opzij en even braaf. En even, ja, daar wordt volop gepraat door duivenliefhebbers met hun duiven. Ja, ja, wij komen hier omdat Dierenkliniek Breda, Henk de Weerd, heeft wel een hele grote naam in de duivensport. En ja, mede door zijn vakkennis zijn we altijd zeer tevreden. Ja, die passie komt eigenlijk, met de paplepel is die mij ingegeven. Mijn vader zat al heel vroeg in die duiven, heeft er ook boeken over geschreven. Was internationaal eigenlijk de paus van de duivensport, werd hij genoemd. Was overal bekend in de wereld. Voor selectie met name. Zijn boeken zijn vertaald in vele talen. En ja, vanwege dus zijn passie voor duiven en zijn grote vakmanschap ben ik daar vanzelf ingerold. En toen ik eenmaal dierenarts was geworden, toen dacht ik, ja, we gaan er wel wat mee doen natuurlijk. De duif is natuurlijk een prachtig beest. Dit zijn de borstspieren van de duif, de grote borstspieren. Spuiten we zo in de lengte, in de spier. Deze duif heeft een goedaardig gezwel aan zijn bek. Dat is eigenlijk een goedaardig tumortje. We zullen dat netjes verwijderen. En dan heeft hij er helemaal geen last van. Ja, dit is eigenlijk niet echt een operatie, maar een ingreep, zou ik maar zeggen. Langzaam aantrekken, afsnoeren. Op. Niet echt een chirurgische knoop op, maar gewoon een knoop die niet meer loslaat. Dan leggen we een paar extra op, klaar. Nou, het bijzonderste vind ik eigenlijk dat ze in staat zijn om hun huis, waar dan ook, terug te vinden. Ze moeten daar wel uitgewend zijn, ze hoeven er niet geboren te zijn. Maar een duif kan dus, die kun je dus gewoon wegbrengen naar Barcelona. 1000 kilometer is de limit. Dat begint niet in Barcelona, dat begint achter de kerktoren en dan steeds verder. Maar het is natuurlijk een wonder. Bijzonder.